Goedemorgen, het is vandaag zondag. We hebben inmiddels al ontbeten en ik heb me even klaargemaakt. Ik heb het jurkje aan die ik gisteren heb gekocht. Hij is echt super cute. Dus dat heb ik vandaag aan. De planning van vandaag, het regent nog steeds, jammer genoeg. Maar we hebben toch besloten om op excursie te gaan. Wij gaan vandaag naar de Bali Swing en naar Monkey Forest. En we nemen gewoon een paraplu mee. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Dat we een beetje mooie foto's krijgen. En dat ik een beetje voor jullie kan vloggen. Ja, that's it eigenlijk. Ik moet wel eerlijk toegeven dat wanneer het hier regent, het niet zo somber uitziet als in Nederland of als in Dubai. Want in Dubai vond ik het echt heel erg als het regende, maar hier niet echt. Alleen je kan hier gewoon wat minder doen. Dat is jammer, maar voor het rest ziet het er echt niet somber uit. Kijk, het is gewoon... Kijk, ik vind het geluid ook echt gewoon chill, hè. Wij zitten momenteel in de taxi en wij zijn nu onderweg naar de tempel. Het regent nog steeds keihard, maar dat maakt verder niet uit. Ik vind het bijna echt wel mooi met regen. Het was net te vertellen, dat ik eigenlijk me niet echt aan storen omdat het hier regent. Nou, ik vind het wel jammer, maar ik ben heel vervelend aan het doen. Gezellig, hè? Tempel aangekomen en Nessie moet zo'n ding aan. Hoe heet dat nou? Hello. Hi. What is the name of this? This is Sarong. Sarong, oké. Okay. Yeah. Mooi hoor. Kom eens opstaan. Oké. Okay. Test. Nessie gaat checken hoe de foto's hier zijn. Foto helemaal niet. Niet mooi, ik heb allemaal mooie foto's voor jou gemaakt. Echt lelijk. Hoezo zijn ze lelijk? Gewoon, ze zijn lelijk. Kom, ik maak opnieuw. Okay, jongens, deze vrucht stinkt zo ontzettend erg, hè? Dit is een durian fruit. Oké, wij zitten nu weer in de auto. Het tempo was echt super mooi. Heel veel foto's gemaakt. Het was mooi, hè? Heel mooi. De regen is trouwens nu iets beter. Het is veel minder. Ik ga helemaal stuk. Maar... wij hadden het net over de vulkaan. Normally, if the weather good, you can look the volcano from Sanur, from your hotel. Right? Really? From your accommodation. Okay. We hadden het net over de vulkaan en toen wonen ze graag weten wat... Ja, ik vroeg of de regering zeg maar voorbereid was als de vulkaan uitbarst. Like in Bali, Bali had 4 volcanoes still active right now. You look at that one. Oh, wow. The Agung Mountain over there. Oh, de Agung. The close, because cloudy. Het is die kant op, maar dat zie je vanaf hier niet. De vulkaan. Wow, kijk één keer. Which volcano is this? The name, you mean the, yeah? The name? That's Batur, and then... what's the name I forget? Oh, beautiful. Het ziet er echt mooi uit, hè, eigenlijk. Het is gewoon een berg. Ja. But like, yeah. if you go up the volcano, yeah. Does it get hot? Now. Not now. But is it like in the movies that you see a hole and you can look inside? Now is that's why. I only know volcanoes from the movie. Well, wat ik wil vertellen, hij vroeg dus cool. Hij vroeg dus, gaat de regering jullie helpen als de vulkaan dus zeg maar barst? Zegt hij, ja, wat gaat de regering dan doen? Gaan ze het blussen? Met de brandweer zo boven de vulkaan. Hebben we echt dom. Even, zijn jullie allemaal de brandweer al zo blussen bij een vulkaan? Tuurlijk niet. Ze gaan de lokale mensen helpen. Ja. Wij zijn nu bij de Bali Swing en we hebben net zo'n formuliertje ingevuld en ondertekend. En ja, ik wil als enige op de Bali Swing, Nessie wil niet. En we gaan daarna hier gewoon wel lunchen samen. Zo, ik ga wel. Ga je wel? Hoezo ik dan? Ik die formulier aan het invullen. Je zei net dat je niet wou. Ik zie daar ook mannen en zo erop. Je ziet het. Nessie vond het gay. Oh mijn god, jongens, het ziet er zo eng uit. Oh nee! Nee, dat moet ik wel echt durven, anders sta ik echt voor paal. Alle chicks doen het. Ik ga een beetje uitleggen. De entree, hoeveel kostte die? 1 miljoen. 2 personen. En net in 70 euro. Entree kostte voor 2 personen 70 euro. Met foto, hè? Ja, dat is met onbeperkt foto's maken op 4 verschillende schommels heb je hier. Inclusief lunch, uitgebreide Indonesische lunch. En het ziet er echt prachtig uit, geen grap. Kijk één keer, my god. Zo mooi. Deze vrouw is ook echt mooi, vind ik. Ja? Ja.
Even serieus, de chickens hier zijn zo skinny. Kijk één keer. Ze zijn wel echt prachtig en fotogeniek, eerlijk. Kijk dan. Zo mooi. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you... Ashley, wil jij nu? Hello! De tweede schommel! Bye, thank you! Thank you! Jongens, het buffet ziet er echt super cute uit. Alleen de bordjes alleen al. Het is nu een beetje leeg. Maar kijk, één keer. Allemaal lekker vers. Het ruikt ook echt heerlijk. Is mijn bordje. Het ziet er echt fucking lekker uit. Wat gaat er in je door? Mirjam gaat nu op de grote. De grootste en de engste. Oh! Look left, please. Even naar links boven kijken. Nog een keer. When you up there, look left. One, two, look left. Nice. She has too much hair. Vind je het eng? Ja, hè? We gaan nu denk ik naar de... Holy swag, thank you! Bye! Bye! Bye-bye. Zelf. Had je even paniek? Ja? En waarom had jij paniek? Mijn camera. Was jij je camera kwijt? He? Je had zo hard je best gedaan. Ze kreeg gewoon paniek omdat ze de camera kwijt was. Ging ze bijna huilen. Ze zei, ik heb zo hard mijn best gedaan voor mijn vlog. Ik heb zo hard mijn best gedaan voor mijn kindje. We zijn aangekomen bij de Monkey Forest. En ik ben eigenlijk een beetje bang. Dus ik ga even kijken. Hoe het is hier. Ik vind het echt spannend. En ik ben eigenlijk ook wel een beetje bang. Als ik eerlijk moet zijn. Ja, ben je bang? Ja, ik ben wel een beetje bang. Echt eng, Nes. Ja, ik vind het ook eng. Ik ga niet liggen, ik ben echt eng. Oh my god. Zo schattig. Oh my god. Oh, mijn aapjes hierboven. Zo cute. Oh, ze zijn overal, Nessim. Nessim, ze zijn overal. Oh, dit is zo leuk. Dit is echt leuk. Nessim gaat een banaan kopen om ze te voeren, maar ik durf het echt niet. Jezus. Oh, ik word hier een beetje bang van. Ik ga stuk, Nessie. Wat doet hij met jou? Ik ga stuk. Oh, met die grote apen ben ik heel bang. Kom je bij mij? Oh, de apen, de grote komen naar jou. Mir, ik word heel bang. Hij heeft al twee van jou gepakt. Nee. Oh, hij heeft al twee. Pak maar. Oh, ik wou. Daarom gaf ze je zoveel, want dan zijn ze op. Die is voor jou. Oh. Meer. Wat zijn ze gemeen tegen elkaar? Waarom? Oh, deze kleine. Ik heb geen meer. Maar Andy. Oh. Kijk, Nessim is gewoon dood aan het chillen hier. Ik heb allemaal foto's van hem gemaakt. Kijk dan, ik ga stuk. Het is zo leuk. Er zijn zulke mooie dieren van dit bij, hè? Ja, hè? Die ogen vind ik heel mooi. Prachtig. Ze komen allemaal deze kant op. Kijk achter jou. Ben je niet? Oh, hij is een beetje vies. Hi, liefie. Oh mijn god. Hij is echt groot. Hij is zo groot. Perfect. Please give him the banana. Before he gets angry. Yay. Oh, ik ben zo stuk. Hij blijft gewoon chillen. No, Mirjam. Oh. Mirjam. Oh. Ik ga stuk die boel. Thank you very much. Hier, kleintje. Yay. Yay. Goed zo. Ja, kutzooi. Oké, dus wij probeerden net heel sneaky een banaan te smokkelen in haar hand, zodat ze die kon geven aan de apen. En eigenlijk die aap die pakt er gewoon, die springt op haar en die pakt hem af. Nee. Wil je nog een keer proberen? Ik was zo bang. Oké, wij zijn in Ellen's Leuven bij ons hotel. Tenminste, ik en Sim is gaan sporten. We hebben ondertussen een massage gehad nadat wij terugkwamen van de Monkey Forest. Massage gehad. En daarna zijn we even een hapje gaan doen hier in de buurt. Was super lekker, maar ik was vergeten mijn camera mee te nemen. Oh ja, ik wou nog even wat kwijt. Dit
is tot nu toe by far de beste trip ever die ik en Esme hebben gehad. We vinden het allebei echt super tof. We houden van cultuur en we houden van het eten hier. We houden van de mensen hier. Alles is gewoon top. En ja, onze ervaring tot nu toe van Bali is gewoon helemaal top. En ja, dat wil ik nog even kwijt. Ik zie jullie morgen weer. Doei doei.